Stefan, net even in de kleedkamer teleurgestelde spelers ontmoet. Ja. En waar komt dat door dan? Ja, vooral het resultaat. Het resultaat, maar ook het vertoonde spel. Wat vind jij daarvan? Ja, dat is inherent aan het resultaat natuurlijk. Ja, ik denk dat we wel de mogelijkheden hebben gehad. Alleen, je speelt tegen een goede tegenstander, moet ik zeggen. Die het ook goed voor elkaar heeft. Alleen, we beginnen hartstikke goed en we komen echt wel goed aan het positiespel terecht. We kunnen mensen tussen de linies krijgen. Ja, dan hebben we een beetje het geluk niet mee. Nou, je kan zeggen of het een penalty is. Die bal van Omar of dat buitenspel is. Nou ja, het zijn allemaal vraagtekens, maar dat zijn keuzes van de scheidsrechter. Die moet je accepteren. Dus dan moet je gewoon weer doorgaan. En dan eigenlijk speelde denk ik de eerste 20 minuten, 25 minuten hartstikke goed de eerste helft. En dan nemen we het een klein beetje over. Nou, pakken wij het laatste blokje, pakten we het wel weer oké op. Vond ik van de eerste helft. Nou, maar eigenlijk was er, ik vond dat er eigenlijk nog niet zoveel aan de hand was eigenlijk. Ja, we hadden dingen aangegeven in de rust van nou, waar we nog wel winst uit konden halen. Alleen, ik denk dat we daar, dat was vooral de ruimte achter de laatste linie van de tegenstander. Want we willen wel hoog spelen. En dat we daarin wel nog wat meer gebruik van konden maken. Maar dat we wel de juiste momenten daar moesten inzoeken. En dat zijn we wel vergeten de tweede helft te doen. Om dat goed te doen. Want op een gegeven moment was het heel snel de lange bal geven. En dan is het gewoon duelleren om het duelleren eigenlijk. In plaats van dat we iemand in staat willen zetten in de ruimte te spelen achter de laatste linie. Ja, dat was gewoon de tweede helft niet goed genoeg. En dan is de tegenstander te goed vandaag om resultaat te halen. Nog een compliment voor de tegenstander? Zeker verdedigend gezien? Ja, maar ook de intensiteit, de spelopvatting van hun. Complimenten. Ja. Ze hebben wat dat betreft DVS heel goed geanalyseerd, denk ik, van Duivenvoorde, de trainer van Rijn Vogels. Die noemde ons na die wedstrijd in Katwijk aan de Rijn een van de favorieten, een van de beste ploegen die qua positiespel en zo. Maar nou, uiteindelijk heeft hij ons zand in de ogen gestrooid. Nou ja, ik denk dat we vooral onszelf zand in de ogen hebben gestrooid. Als je kijkt nou, hoe wij spelen de eerste helft, ja, dan kan je het tegen analyseren. Maar dan moet je het uiteindelijk doen in het veld. En de eerste helft hebben we het hartstikke goed gedaan. Want wij hebben ze ook geanalyseerd. En wij wisten ook wat hun gingen doen. En wij kwamen wel de mensen, kregen we vrij op het middenveld. Tussen de linies. En die konden we wel goed inspelen. Alleen de voortzetting daarvan, ja, dat zijn gewoon momenten die goed moet zijn. Daar kan je tegen trainen. Nee, dat zijn keuzes in het veld die de speler zelf moet maken. Of die goed zijn of niet goed zijn. En als een inspeelpaas goed is of niet goed. Op de juiste benen, in het juiste tempo. Dat zijn momenten in een wedstrijd die het verschil maken. Helemaal op dit niveau. En dat zijn de details. Dus ik denk, ik moet het niet helemaal nageven van ja, hij heeft zand in onze ogen gestrooid. Hij heeft een goede spelopvatting tegenover ons neergezet, denk ik. Maar ik denk dat we onszelf gewoon tekort hebben gedaan. Want we hebben wel de mogelijkheden gehad om te kunnen scoren. Maar daarin waren we vandaag niet goed. Mooie analyse, Stefan. Ik zou zo zeggen, train lekker door. Over 2 weken Barendrecht en nog 4 wedstrijden te gaan. Ga met die banaan, zou ik zo zeggen. Ja, tuurlijk. Want uiteindelijk moet je gewoon elke week willen winnen. En daar gaan we ook voor. En uiteindelijk worden pas aan het einde van de rit de prijzen verdeeld. En ik vind dat je sowieso moet laten zien dat je elke wedstrijd de beste bent en wilt zijn. En dan zie je wel waar het schip strandt. Oké, succes verder, Stefan. Dankjewel.